Ik was altijd in januari al door mijn eigen bijdrage heen. Die ligt nu op 385 euro. Ja? In januari, hup, door de alle pillen en de insuline, was ik het geld al kwijt. Moest je gewoon betalen. Nu staat hij gewoon op 0,0. Ik hoef helemaal geen pillen, geen insuline, niks meer te halen. Dus dat scheelt me toch 385 euro per jaar. Nou, waar hou je die vandaan? Nergens. Dus ideaal, ik ben er echt heel blij mee. Nee, kijk, laat ik het zo zeggen. Iedereen zegt altijd van, nou, het is heel duur hè, wat ik nu eet. Maar dat is het helemaal niet. Het is veel gezonder in ieder geval. Omdat je veel meer vis, kip en dergelijke eet, ben je ook wat bewuster aan eten. Het is ook niet zo dat we... Vroeger gooiden we heel veel dingen weg. Want dan namen we bijvoorbeeld een kilo vlees en de helft donderden we weg. En nu neem je dan, dan denk je nou, oké, we zijn met z'n tweeën. Als we de man 150, 175 gram hebben, is voldoende. Dus dan neem je een pakketje van 350 gram of zo. Je bent bewuster met iets bezig geweest. In het begin heb ik al die kruiden aan moeten schaffen. En ja, dat kost best wel wat inderdaad, dat geef ik ook helemaal niet. Maar daar doe je zo lang mee met die kruiden, dat op zich, ja, je bent nu goedkoper uit eigenlijk. De mensen denken heel vaak dat je duurder uit bent, maar als je op langere termijn gaat kijken, ben je goedkoper uit. Dat is gewoon waar.